Niet alleen dit hele jaar staat in het teken van Nijmegen als Green Capital. Deze week wordt er ook nog eens extra aandacht gevraagd voor de groene titel. Maandagmiddag kwamen de Green Bikers, fietsers die langs alle Green Capitals fietsen, aan in Nijmegen. Eerst haalden ze in Arnhem gedeputeerde Michiel Scheffer op en daarna ging de reis onder meer naar Windpark Nijmegen-Betuwe. Daar kregen ze een rondleiding door het windpark en vervolgens werd de reis vervolgd naar het centrum van de stad. De hele week worden hier nog verschillende activiteiten georganiseerd. Een overzicht daarvan is te vinden op rn7.nl.